We zijn nu bij toer 3 en dan haak je 3 lossen en je keert weer het werk, want je draait elke keer weer je werk om. En je pakt nu, je hebt die 2 lossen, dan sla je het werk om en in diezelfde opening maak je nog 2 stokjes. 1, 2. Dan doe je een losse. En dan zet je in die middelste vaste, zet je een vaste, insteken, omhalen, nog een keer omhalen, en dus een vaste. En dan ga je in die V-steek, ga je er 5 stokjes zetten, maar eerst moet je nog even 1 losse doen, sorry, 1 losse. En dan 5 stokjes in die V-steek, 1, 2, 3. 4, 5 en dan weer 1 losse en in die middelste vaste zet je weer een vaste, dan weer 1 losse en dan weer in de V-steek 5 stokjes. 3, of ja, is toer 3. Dus het is, ja, het wijst zichzelf. Je begint hier wel gewoon de toer met 2 omhoog, 2 stokjes in diezelfde steek, dan een losse, een vaste, een losse en 5 in die V-steek, dan weer een losse, een vaste in het midden, een losse en weer 5. En zo maak je de hele toer. Ga je afmaken. Ik zal nog heel even mee haken. 1 losse, dan een vaste in het middelste vaste, dan een losse en dan weer 5 stokjes. Is de 5e en dan weer een losse en dan zet je weer een vaste in de middelste. Nou, dan zie ik je weer als deze toer is afgelopen.